project is ontstaan omdat we hier wel een urnenmuur misten. En cremeren is meer in dan begraven. En dan hebben de mensen toch een plekje. En de behoefte die hier ligt is dat de 1 op de 2 mensen hier uit de buurt wordt gecremeerd. Na een maand kunnen de resten opgehaald worden. En daar zoeken de mensen een asbestemming voor. En die asbestemming kan, je kunt de as verstrooien. Maar je kunt de as ook bijzetten in een zwel, zoals hier het geval is. Wij mochten het plan zelf ontwerpen. Kees heeft het ontworpen. En Kees heeft het uiteindelijk ook allemaal zelf gemetseld. Ja, we zijn super trots op het project. We hebben het als heel positief ervaren. Veel positieve reacties uit het dorp. En uit de omgeving. Dus wij zijn mee. Vrijwilligersgroep, echt heel erg trots. Hier in Wedenhoorn, mooie groep vrijwilligers die de begraafplaats hier mede onderhouden. En die in samenwerking met de gemeente uiteindelijk een fantastisch mooi project hebben gerealiseerd. De urnenmuur hier achter ons. Maar ook op de rest van de begraafplaats doen ze ongelooflijk mooie dingen. Het beschilderen van graven, het restaureren van oude graven. Nou echt, niks dan waardering vanuit ons als gemeente voor zulke mensen die daar hun schouders onder willen steken. Fantastisch.